Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe video. Wat ziet er dus sad uit. Ja, omdat Roer heeft een video idee van mij gemaakt, ben ik letterlijk 5 seconden geleden weer achtergekomen. Vandaag zijn we hier met een verboden lach en we hebben een kleine special om mee te beginnen. Ik vind het leuk dat we ook nu een soort van onderwerpen gaan aansnijden. Ja, onderwerp, na 25 afleveringen. Het onderwerp is Rob. Lucky Graaf, hij is wel bij de tijd, want het is namelijk geen Lucky Graaf van Nel meer. Nee, hij heeft iets veranderd, hè? Ja. Die boef, zou de smier. Mensen, wil je abonneren op mijn kanaal? Graag. Doe het hier beneden, dat zou fijn zijn. Maar voordat we gaan beginnen, de sponsor van de video! Oh jee, dat meen je niet! Mensen, daar zijn we ineens! Waar zijn we? Ongelooflijk, ik weet het ook nog niet. Wat ik wel weet is dat we vandaag een toffe sponsor hebben. Namelijk Landlord Go, ik ga het even openen. Hartstikke idee. Ja, ja, daar komt die. Oh, Verify Fetching Data. Mensen, dit is echt een fantastische app. Ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb. Je kan ook een soort allemaal gebouwen kopen in Nederland waar je naartoe gaat. En dan kan je dikke vette zaven doen. Het is wel allemaal virtueel, dus je krijgt niet echt zaad. Zoals je ziet, hartstikke idee. Ik heb het politiebureau gekocht. Wat de buurt is Kaulo heet. Ik heb het politiebureau ook geüpgraded. Wat betekent dat ik 8 miljoen winst maak elke dag. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ook uiteraard de Kappersacademie gekocht. Kan natuurlijk niet missen. En we zijn hier vandaag op de kop van Zuid. Kijk, ik kan... Dit is echt fantastisch. Ik kan dus via AR. Kijk, ik kan ze om me heen kijken. Oh, ik kan er iets kopen. Ja, ja. Hé, hey, leuke scooter. Wat is dit? Renate. Ik wil verder als Renate. In ieder geval, je kan dus zo kijken. Dit is de Rotterdam voor de mensen die het kennen. Prachtig mooi. Heerlijk mooi. Maar vandaag zijn we hier maar voor één ding. Ik heb niet zoveel geld met mijn 150 miljoen. Ik ga het huis van Gio kopen. Mensen, goed nieuws. Ik kan het kopen. Alles is nog te koop van Gio's huis. Nou, jongen, ik koop heel die toko leeg, jongen. Geen gezeik. Als je ook meer dingen van dezelfde categorie koopt, dan krijg je een soort boost steeds. Dat is fantastisch. Oh, even koop. 42 miljoen. Ja, bro, nee, ik ben geen pauper. Hartstikke idee. Dagelijkse winst 2,6 miljoen. Oh, nu moet Gio dus huur aan mij gaan betalen. Dit is fantastisch. We zijn weer thuis. Over 5 minuten kan ik mijn rente krijgen. Je ziet het daar afloop. Mijn rente komt eraan. Hartstikke idee. Wat je ook kan doen ondertussen, is dat je delen van je bekende bedrijf gaat toevoegen aan de markt. Laten we zeggen, het huis van Gio, ik wil er een deel van verkopen. Ik wil 250 aandelen verkopen. 12 uur, hartstikke idee. Kan je ook op de veiling, kan je andere dingen uit andere landen kopen. Maar er is ook nog een andere optie, hoe jij gebouwen in andere landen kan kopen. Dat kan eigenlijk met de agent of de makelaar. Dit is een soort corona update. Dat komt wat, ja, je mag niet overal meer naar buiten. En het best kan je gewoon binnen blijven. Dan kan je met deze maker toch op verschillende plekken komen. Ik en mijn maker bijvoorbeeld lekker in Parijs geniet. Kijk, hartstikke mooi, hij staat hier bij de Eiffeltoren. We gingen kijken bij de Eiffeltoren, helaas is die al helemaal verkocht aan iedereen. En die is 78 miljard waard. Wel vrij duur. Je hebt ook een leaderboard. Ik sta op dit moment 16.094ste. Ik weet zeker dat jij het hoger kan. Probeer het. Gebruik trouwens mijn link in de beschrijving. Ik vind het echt een leuk spel. Het is lachen. Zowel dat je je huur op tijd int. Anders ja, anders mis je huur natuurlijk soms. Ik kan over 2,5 minuten kan ik lekker mijn huur innen. Nou, dat ga ik natuurlijk niet laten lopen. Ben ik wel eerlijk. Download je de game via de link in de beschrijving. Dan krijg je 1 miljoen van mij. Dat is gratis geld. En kan jij je speeltuin om de hoek of je nagelstudio om de hoek kopen. Mensen in 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Hartstikke idee. Verzamelen 58.000 euro aan huur. Dat is ongelooflijk lekker. Mensen, download het spel. Link in de beschrijving. Doe het. Ik zeg een leuke app dit, hoor. Leuke app. Leuke app, leuke app, ja. Ik zou mezelf ook willen promoten. Ja, ja. Nou, dat komt wel goed uit. Dat komt namelijk morgen. Ja. Ja. Waar ook een stukje in zit van mij. Ja, is het. Shout-out. Nou, dat zien de kijkers absoluut niet. Oké, laten we maar gaan kijken. Mensen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laten we maar beginnen met deze micro-relatie over Lucky Graaf. Niet lachen deze keer trouwens. Ik denk, ik leg het even uit. Mensen, de bedoeling is dat we niet lachen. Het minst lachen wint. Over wie gaat hij nou? Ja. Ja. Oh! Ah, leuke recente foto's. Ja, 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 ja. Ik zag je staan. Waar is deze muziek van? Ik weet niet, het klinkt wel lekker. Is het grootste. Ik ga je showen. Ik ken deze helemaal niet. Ik ook niet. Ik denk, gaan we standaard worstenbroodjes. Dat had ik ook niet gezien. We hebben namelijk iets wat in 2 teams is. Ik weet niet wat het precies was. Maar ja, ik wist niet precies wat dit was. Maar ik dacht, ja, vet. Is het met facecam? Maar dat hadden jullie vast al opgemerkt. Hey, swag, swag. Bro, ik wil niet eens weten hoe, als ze dit over mij gemaakt, wat de fuck. Oh, wat de fuck. Ik heb weer superveel leuke DM's gekregen op Instagram met filmpjes van 12-jarige meisjes. Dit is moeilijk, ik heb je lachen trouwens over omgaan. Ja, ik vind het heel leuk, deze aflevering ga ik zeker verliezen. Prank! God. Maar kijk, ik denk, wat komt hier ook? Dit is ook leuk trouwens. Ik heb er één! Ik heb er één! Nee! 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 Echt, ik zweer het, ik heb fucking...
kutspel. Kan er nou niemand tegen je zeggen dat dit geen goed plan is? Ik denk toch wel jullie hoogtepuntje van de week. Kijk, normaal zou ik dan zeggen, het is een beetje triest als dit het hoogtepunt van je week is. Maar weet je wat is? We mogen toch niks. Dus dat snap ik al, dat dit het hoogtepuntje van je week is. Wat is dit allemaal, joh? Het beeld in je gedachten in. En? Zag je? Ik weet al wat die komt. Ik denk niet. Dit is niet wat ik dacht. Ik dacht, er komt iets anders. Hey. Een leuk clipje dit. Kindertelefoon met Anouk. Waarom doe je achter mijn bril af? Kijk, ik heb wat is dit? Wat kijken we nou, jongen? Holy shit, man. Dit is echt het leukste tot nu toe. Oh mijn god. Geaccepteerd. Ik ben zo ontzettend... Een muts op mijn hoofd. Mijn kraag staat omhoog. Gozer, doe even normaal. Het zijn maar sokken. Wanneer je beste man een andere naam hebt. Shirt is zo kut. Hij gaat eerst naar zwart toe. Dan druk ik op oké en dan gaat hij vervolgens snel naar roze toe. Ja, waarom doe je dat nou? Dat is toch helemaal niet grappig of zo? Je hebt het alleen maar verneukt voor jezelf. Alleen maar omdat je die homofiele roze kutshirtjes wilde. Ja, nee! 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 Fuck. Hoe komen ze hier aan? Wat is dit voor database en rom? Stuur die alsjeblieft naar mij door. Ja, what the fuck? Ik denk er net al veel. Tech Life, als de sleutel weg is. Maar we hebben wel shippies. Oh ja, ook zo jong hier, wat de fuck. Yo mensen, Lucky Gravenel hier. Met vandaag de allereerste commentary op dit kanaal. Het is Black Ops 2. Ga op zoek naar lekker live. Ik heb Gio een bericht gestuurd. Fuck aan nee. Wie is er ik? Bitches, ouwe. De bitches, ouwe. De bitches, ouwe. 3, 2, 1, drop it. Oh. Nou. Flink gelachen. Dit is echt een leuke meme. Dit was echt een hele goede meme compilatie. Ik ben benieuwd naar de volgende. Ik ben benieuwd naar de volgende. Een nieuw elan weer in deze serie. Ik dacht dat hij dood was, maar nu is het een nieuwe doorstart. Nieuwe elan. Dames en heren, jongens en meisjes. Hopelijk vond ik dit leuk. Waarom reageren we ook op Rob's memes? Dat staat ook nergens op. Ja, dat die heel leuk is. Dat was heel leuk. Dankjewel voor het kijken. Dat is een mooi linkje in de beschrijving. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Peace. Paar uren in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar uren in de week. Ik ben nooit weg geweest.